Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer. Welkom op deze hoogfeest van de aankondiging van de Heer 25 maart. Deze zaterdag waarop wij deze feest vieren. Feest van Christus, maar ook feest van Maria. En voor ons heel kostbaar, want vandaag is de verjaardag van onze stichting hier in België. In ons misland. Dat is ook voor ons in Vaderland. En ik ben hier al 80 jaar, de gemeenschap al 12 jaar. En we zijn heel blij dat wij deze weg met jullie hebben bewandeld. En dat we hebben elkaar leren kennen, dat we hebben de taal geleerd. Nog met haar op, nog met fouten, nog aan het leren tot de kist. Nog veel dingen die we moeten leren van de cultuur, van de taal. Maar wij zijn hier graag. Wij willen blijven en we willen missioneren. Wij zijn met 10 missionarissen van de gemeenschap, zaden van het woord. Die dragen het kruis, de teken van de gemeenschap. Maar ook 5 leden, die dragen ook het kruis van de charisma als verbond gemeenschap. En ook heel veel vrienden, heel veel kennissen. Met 2 missies, Tongeren en Tongerlo. En wij zijn heel blij dat wij vandaag mogen 12 jaar vieren. Het is nog in het begin. We zijn heel piepjong. We zijn nog een klein gemeenschap. Maar we zijn er al. We zijn hier. En we willen met jullie onze missie voortzetten. Jongeren evangeliseren, kinderen, gezinnen, volwassenen. En waar de Heer ons roept, willen wij gaan. Met het woord van God, een hart vol van blijdschap en dankbaarheid. En wij vertrouwen aan u toe, aan uw gebed, aan uw vriendschap, onze missie hier in België, ook onze roepingen, zodat wij één familie kunnen worden. Die wil de Heer verkondigen. En die wil ook een kans geven aan God. Om zijn kinderen te ontmoeten. Vandaag uit de profeet Jeremia. Sorry, uit de profeet Jesaja. In die dagen sprak Jesaja tot Achaz. Vraag de Heer uw God om een teken. Het zij hoog aan de hemel. Of diep in de hel. Maar Achaz antwoordde. Ik vraag niet om een teken. Ik wil de Heer niet op de proef stellen. En Jesaja sprak. Luister dan. Huis van David. Is het u niet genoeg. Mensen te ergeren. Dat hij ook mijn God. Tot ergernis wilt zijn. Daarom heeft de Heer u ook ongevraagd een teken. Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren. En zij zal hem noemen, Immanuel, God met ons. Woord van de Heer, wij danken God. Het is in dialoog. Van Jesaja tot de profeet, was ook een profeet, Achaz. En Jesaja waarschuwt Achaz. En ze willen niet een teken vragen. Maar Jesaja gaat zeggen, ja. Wij zullen een teken krijgen, zelfs als wij niet wensen. En Jesaja spreekt zoals nu gebeurt,
sie die Macht zal ontvangen in een zoon baren. De Macht Maria zal de Heilige Geest ontvangen in een zoon Jezus baren. Zij zal hem noemen Immanuel, en dat betekent God met ons. En hier in het Oude Testament, met profeet Jesaja en ook profeet Achaz, zien wij dat God al lang heeft een moeder gekozen voor zijn enige zoon. Een macht. Een macht. Dus één vrouw was al gekozen. En dat is de Maagd Maria. Psalm 40. Geschenk en offerande hebt hij nooit verlangd, maar wel hebt hij mijn oren voor uw stem geopend. Hij vraagt geen brandoffer, geen zonnig offer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat. U wilt te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. Uw wet is in mijn hart gegrift. In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt. Mijn lippen niet gesloten, hij weet het. Ik hield uw weldaden niet in mijn hart verborgen. Uw trouw, uw bijstand maakte ik bekend. Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, noch uw getrouwheid voor de mensen om mij heen. Uit de brief aan de Hebreeën. Broeders en zusters, het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonde zou wegnemen. Daarom zegt Christus dan ook, als hij in de wereld komt, slachtoffers en haven hebt hij niet gewild, maar hij hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zonnig offers konden u niet behagen. Toen zei ik, hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat. Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, slachtoffers en haven, brandoffers en zonnig offers hebt hij niet gewild. Die konden u niet behagen. Hoewel de wet voorschrijft dat zij gebracht moeten worden. En dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten helden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Woord van de Heer, wij danken God. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt duidelijk dat zelfs als in de wet geschreven staat, dat de Joden, het volk van Israël, moesten brandoffers, zonneoffers, haven, slachtoffers brengen aan de tempel. Dat was niet wat God wilde. En daarom had God zijn enige zoon laten komen. Vlees geven. Aan zijn geest, aan de geest van zijn zoon, zijn welbeminde. Hij vormt een lichaam voor zijn zoon. En dit lichaam had de perfecte, de volmaakt offer, die kan wel God behagen. Het lichaam van Christus, zijn offer en zijn gehoorzaamheid.
hat de volmacht offer worden. Die kan God behagen. Het is een theologische les voor ons. Vooral brief aan de Hebreeën is wel hoog in en heeft heel veel ideeën. We moeten echt een achtergrond hebben van het Oude Testament en van, ook een beetje van kennis van Jezus Christus, om te weten dat de bedoeling van de offers van de tempel is niet meer helder. Want de Heer Jezus Christus heeft eens en voor altijd een offer gegeven aan de Heer die hem kan behagen. Zijn gehoorzaamheid aan de wil van God. Het offer van zijn lichaam. Onze schuld betaald. Wat wij moesten betalen omwille van onze zonden en van de eerste zonde van de wereld, van Adam en Eva, heeft de Heer Jezus Christus in zichzelf betaald met zijn offer. En God vormt een lichaam, maar niet van niks. Hij gebruikt een dienares, een schuld, een macht. Uit het hele evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Hij zijt de gezegende onder de vrouwen. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat de groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, hij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En hij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn, een zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, dat ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat er ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelf Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niks onmogelijk. Nu zei Maria: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Woord van de Heer, wij danken God. Wij kennen het evangelie van vandaag, maar ik wil het evangelie van vandaag met de Heilige Geest en met jullie mediteren. De menswording van Jezus Christus is alleen mogelijk
met het werk van de Heilige Geest. Is de Heilige Geest die overschaduwt Maria en de kracht van de Heer komt over haar en doet dat zij zwanger kan worden. En wij kunnen alleen Jezus baren, het woord van de Heer in ons dragen, het woord van de Heer in ons vlees laten worden, het woord van de Heer in ons bewaren, als wij de Heilige Geest smeken, aanroepen, vragen. Om Jezus Christus in ons hart te baren, in onze daden, in onze woorden, in onze onderrichtingen, in onze missies, in onze relaties. Alleen met de hulp van de Heilige Geest kunnen wij Jezus baren in ons hart. Dat is een werk van de Heilige Geest in ons. Niet in onze schoot, maar in de schoot van ons hart. Van ons geloof. Van ons geweten. En de Heer wil een groot genade schenken aan ons ook. Wij zullen niet letterlijk beleven wat de Maagd Maria heeft beleefd. Nee, zij is onze koningin. Zij is onze moeder. We gaan haar plaats niet wegnemen. Nee, maar dezelfde genade, of een klein deel van, ja, wij zijn erfgenamen. Wij zullen ook, als wij willen, ook een groot genade krijgen van God door zijn Heilige Geest, door zijn Geest. Jezus baren in ons geloof, in ons leven. Jezus baren in ons hart, in onze daden, in onze houding. Willen wij dat doen? De Heer is open, zijn handen zijn open om genade te schenken, zijn Heilige Geest te schenken. Maar zijn wij open zoals de Maagd Maria? Zijn wij nederig zoals de Maagd Maria? Zijn wij ontvankelijk zoals de Maagd Maria? Deze feest, deze hoogfeest, is niet alleen voor de kerk of niet alleen voor de zaden van het woord in België, nee. Dit feest is voor ons iedereen. De Heilige Geest ontvangen. Jezus in ons hart baren. En vanuit deze grote gebeurtenissen in ons leven, onze missie, ons leven, onze relaties beleven. Wees gegroet Maria, bol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.